Hey there geeks en welkom bij deze bijzondere video, omdat het niet alleen maar mijn laatste video van 2017 is, maar ook mijn laatste video van heel Gamer Geeks. Ik heb namelijk voor mezelf besloten om te gaan stoppen en dit heeft een aantal redenen. Ik ga wel iets ervan benoemen, maar niet alles, want dat is ook nergens voor nodig. Maar voor zover dat zo met zo'n video gaat, wilde ik jullie toch even persoonlijk allemaal gedag zeggen en vertellen dat ik echt twee onwijs geweldige jaren achter de rug heb. Ik heb echt door Gamer Geeks zoveel nieuwe dingen mogen doen. Ik ben naar Gamescom geweest, ik heb een E3 soort van live meegemaakt. De first look events en al die events waar ik naartoe heb mogen gaan. Dat is echt zo geweldig geweest, zo leuk dat ik daarbij heb mogen zijn. En ook die samenheid van samen video's maken, samen gamen en al dat soort dingen. Het is gewoon zo fijn dat dat allemaal zo kon. En ik heb het echt naar mijn zin gehad. Maar ja, een van de redenen waarom ik stop is gewoon omdat ik er helaas de tijd niet voor heb. Zeker sinds ik op mezelf ben gegaan is het gewoon zo ontzettend druk in mijn leven. Want ik heb mijn werk wat onregelmatig is. En ik heb het huishouden waar ik rekening mee moet houden. Ik heb een beest wat ik moet verzorgen. En wat echt hyperactieve buien heeft. En ja, het helaas lukt het gewoon voor mij niet om heel veel video's te maken. Jullie hebben ook van mij niet heel veel video's gezien. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Want ik had veel meer willen doen dan ik daadwerkelijk gedaan heb. Maar ja, deze keuze is voor mij toch wel het beste. Ik merk gewoon dat sinds ik die keuze gemaakt heb, dat het in mijn hoofd al een stuk rustiger is. Want ik was constant toch onbewust er een soort mee bezig. Als ik dan aan het gamen was, dan dacht ik, oh, misschien moet ik hier wel gaan opletten en dingen opschrijven die me opvallen voor een review. Of misschien had ik hier wel een let's play van kunnen maken of een eerste uur. En ik had er gewoon de tijd niet voor om dat dan daadwerkelijk op papier te zetten, op te nemen en te editen en te uploaden. En dat vind ik gewoon heel jammer. En ja, het is gewoon daarom ook een goede keuze geweest om hiermee te stoppen. En ik ga de gasten echt onwijs missen, want ik heb echt door hun een hele leuke 2 jaar achter de rug. En ik ga jullie allemaal ook missen, want ik vond het altijd leuk om dan in die livestream zo in de chat een beetje mee te praten. En het is niet dat ik dat niet meer ga doen, want jullie zullen me vast nog wel tegenkomen op een first look of een Comic-Con of ergens in een chat van een livestream. Maar ja, het zal niet meer als Gamer Geek zijn en dat is toch wel een beetje een raar idee. Maar nou ja, hè, al dat gewoon achter me gelaten, wilde ik jullie gewoon allemaal ja, een heel gelukkig 2018 wensen en gedag zeggen. Dus bij deze. Doei. Gelukkig nieuwjaar! Oh, dit stinkt. Oh, dit stinkt echt heel erg. Ba. Oh my god!